Ons bedrijf Talentools produceert en verhandelt tuingereedschap. Over het algemeen heb je veel mensen die tegenwoordig hoger opgeleid zijn. En daardoor hebben we een schaarste aan mensen zeg maar, die deze werkzaamheden willen doen. Dus daartoe zijn we ook verplicht om te automatiseren. Dat is ons doel, dat we geen mensen uitsparen, maar dat we met dezelfde mensen meer omzet gaan doen. En dat ze zich gelukkiger op hun plek voelen. Dat ze gewoon makkelijker meer productie per dag kunnen doen. En dat ze er plezier in hebben en dat ze geen werkdruk voelen. Het grote voordeel van Picket is daarbij ook dat je met weinig inhoudelijke Vision-kennis toch een hele mooie applicaties kunt bouwen. Talent Tools was het ook van belang dat Picket werkt met als het ware een 3D-foto in plaats van CAD-modellen, omdat de producten die er zijn, die zijn al soms al 100 jaar oud, maar er bestaan geen CAD-modellen van. Op het moment dat het een keer knel liep, had ik ook een goede ondersteuning vanuit Picket. Op dat moment neem je een snapshot van de situatie, stuur je die op naar Picket en krijg je binnen 1 à 2 dagen een antwoord van wat er verkeerd is. Daar zit ook het grote succes in, dat de operator ook op eenvoudige wijze het productiemiddel om kan stellen van bijvoorbeeld een bezem naar een stoffer of van een stoffer naar een steel. En dat op die wijze ook redelijk kleine aantallen voorzien kunnen worden van een logo zonder dat dat heel veel meer kosten heeft qua instelwerk. Sinds deze opstelling heb ik veel meer tijd voor mijn eigen werkzaamheden. De saaieren, de handelingen die telkens weer overnieuw gedaan worden, heeft Picket van mij overgenomen, de robot. Dus in principe doe ik 2 taken in 1 op een dag. Ik werk samen met Picket voor 2 personen op dit moment. We hebben onze productielijn wat houten stelen betreft. Dat is 2 jaar terug is dat geheel geautomatiseerd. Maakten wij toen 400 stelen met 6 mensen. Nu maken wij, nu wij alles geautomatiseerd hebben met Picket, maken wij 1000 stelen per dag met 3 mensen. En de druk is een heel stuk minder en de mensen hebben weer plezier in hun werk.